Nou, ik vind het fantastisch. Hij zit waarschijnlijk achter een hek, denk ik, of niet? Nee, echt in een huis, in een woonhuis. In een woonhuis? Ja. Oei, dat is misschien toch wel oppassen. Hè? Gerrit-Jan D., de beruchte man uit Ruidenwold, heeft onderdak gekregen in Ermelo. Op de kosten van de inwoners van Ermelo. Ongelooflijk. Ik ga eens even kijken wat de mensen er eigenlijk van vinden. Nee, ik vind het eng een beetje. Ik vind het een beetje eng. Ja. Bent u bang voor die meneer? Ik weet niet. Ja. Hier rijden allemaal inrichtingen, stichtingen en zo. Ja. Nou, dan denken ze, die kunt er ook nog wel bij natuurlijk. Ja. Dat is wel uw geld ook, hè, waar dat mee wordt betaald. Ja, dat is gemeenschapgeld. Ja. Er wordt heel niet over geluld. En die gemeente Ermelo, die stoort er al slecht voor, wat geld betreft. Ja. En ik geloof dat er ook een gemeentebestuur zit hier, ook een likmelul, want het is helemaal niks. Kunnen wij toch niks aan doen als Ermelo? Want wij waren toch niet gehoord. Meneer, hallo, hoort u mij? Nee, ik hoor je niet. Hij heeft zijn kinderen misbruikt, ja. En nou wou hij hier in Ermelo kinderen misbruiken. Het is niet te geloven. Nee. Het is niet te geloven. Nee. Maar gaat hij nu hier zijn kinderen misbruiken, zegt u dat nou? Wat zeg je? Gaat hij nou hier zijn kinderen misbruiken? Ja, alle kinderen. Nou, prima toch? Jawel? Ja, die man heeft ook een recht om ergens te wonen. Dat is waar, maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, dat is een crimineel, heeft gruwelijke dingen gedaan. Nou, en dan gaan wij hem betalen om hier te wonen. Ja, wij zijn Ermelo zijn hartstikke gastvrij natuurlijk. Dus, Oh, ik vind het prima. Ja? Ja, want er zijn wel meer probleemgevallen. Iedereen moet geholpen worden. Ook dat gezin. Ja. Ja. Maar die meneer heeft wel hele erge dingen gedaan. Ja, ik kan moeilijke doodstraf geven. Hè? Er is een nieuwe inwoner in Ermelo. Ja, dat ben ik. Bent u dat? Bent u Gerrit-Jan D.? Nee. Ermelo heeft een nieuwe inwoner. Wat zijn dat? Femke Halsema of zo? Nee, nog erger. Wat zijn Gerrit-Jan D. uit Ruidenwold. Het interesseert me werkelijk niet wat andere mensen doen. Maar het is wel een crimineel die je dan onderdak geeft. Dat meen je niet. Nou, kijk eens naar Rutte en zo. Het zijn allemaal criminelen, jongen. Kunnen ze het beste met de hand op de zo wegsturen. Nou, ik vind het fantastisch. Hij zit waarschijnlijk achter een hek, denk ik, of niet? Nee, echt in een huis, in een woonhuis. In een woonhuis? Ja. Oei, dat is misschien toch wel oppassen. Hè? Ja, dat is die oude, toch? Dat is die oude met zijn. Nee, die moet weg. Die kinderen zijn van harte welkom hier, maar die oude niet. Nou, hij heeft dus een woning gekregen van de gemeente, op kosten van de gemeente. Op kosten van de inwoners van de gemeente eigenlijk. Okay. Wat vindt u daarvan? Hij moet ergens wonen. Ja. Je moet een beetje tolerant zijn, hè? Ja, maar hij heeft ook wel hele erge dingen gedaan. Ja, oké, in het verleden, maar hij is niet gestraft. Nee. Dus hij is onschuldig. Geen beperkingen. Heel duidelijk. En we moeten doodschoppen. Waarom? Nou, dat is een pedo, toch?